In navolging van andere steden deed vandaag ook een grote groep Amsterdammers aangifte tegen PVV-leider Geert Wilders. Aanleiding zijn de uitspraken die Wilders deed op de verkiezingsavond. Hij beloofde toen zijn kiezers minder Marokkanen. Via een Facebookpagina werden Amsterdammers opgeroepen om vandaag met zoveel mogelijk man aangifte te doen. Ja, Ronald Olsthoorn, jij was er vandaag bij. In Nijmegen stonden er hele lange rijen. Was het vandaag bij het August Allebeeplein ook zo druk? Nou, het is hier allemaal iets geleidelijker verlopen. Het was dan ook uitgesmeerd over de hele middag. Vanaf 1:30 konden Amsterdammers hier aangifte komen doen. Dat gaat nog een uurtje door, tot aan 6:00. Aanvankelijk hadden zo'n 500 mensen op Facebook gezegd dat ze ook aangifte wilden doen. De teller staat nu op 250, maar we hebben dus nog een uurtje te gaan. Zojuist is het middaggebed hier in de naastgelegen moskee afgelopen. Vandaar ook nog het plukje mensen wat nu achter mij staat. Vanmiddag waren we er al even en maakten we even een gang langs de rij. Een mooie zonnige zaterdagmiddag. U had van alles kunnen doen, maar u komt aangifte doen. Ja, ik was boos. Op Wilders natuurlijk. Ik vind dat Wilders is een beetje gek over discriminatie. Hij is echt een discriminatieman. Ik heb al de eerste dag na de uitspraak van Geld Wilders al aangifte gedaan. Gaat u nog een keer aangifte doen? Nee, ik ben alleen maar vandaag bepaalde mensen aan het ondersteunen hier. En het doet mij hartstikke goed in goed gevoel als ik zie dat er alle... onze Amsterdamse en alle Nederlanders ondersteunen om een aangifte te doen tegen Geld Wilders. Er is natuurlijk al eens een keer een rechtszaak geweest. Bleek wat hij had gezegd dat dat kon, dat dat binnen de grenzen van onze wet ligt. Denk je dat dat misschien nu ook weer niet het geval is? Nee, ik denk dat het een politiek spel is. Dat is wat ik denk. En het staat in de wet gewoon, weet je wel? Dus wat hij doet is gewoon racistisch, punt. En nou moet hij wel gepakt en aangepakt worden. En dit is gewoon iets kleins wat ik kan doen. Nou ja, ik ben natuurlijk de volgende. Ik bedoel, als er één groep... Het ziet er aardig Nederlands uit. Ja. Ja, maar als je bijvoorbeeld homo bent, ik noem maar eens wat, dan is dat onzichtbaar, maar dat is de volgende groep die aan de beurt is. Hij doet alles verkeerd. Hij moet oprotten. Maar dat is niet zo vredelievend natuurlijk. Ja, het is niet lief, maar hij is ook niet lief tegen ons. Maar er liggen nu eigenlijk al een paar duizend aangiftes. We zijn al bijna anderhalve week verder. Ja. Het is nu toch wel duidelijk? Het is duidelijk. Dat klopt. Maar ik denk dat er niet genoeg aangiftes mogen kunnen zijn. Ik denk dat het ook een signaal is naar de samenleving. Dat nu is een grens bereikt. Niemand, weet je, al die mensen die een aangifte doen, geven nu aan dat ze niet willen leven in een samenleving waar zo met elkaar wordt omgegaan. Geen geweld. Ik begrijp me wat ik bedoel. Wat gaat er met al die aangiftes gebeuren, Ronald? Nou, die moeten natuurlijk allemaal bekeken gaan worden door het Openbaar Ministerie. Die moeten dan uiteindelijk gaan beslissen of Wilders ook daadwerkelijk vervolgd gaat worden. Afgezien van de hoeveelheid ligt het ook juridisch nogal complex. De vorige keer wilde het Openbaar Ministerie hem eigenlijk helemaal niet vervolgen. Moesten dat toch doen van de rechter. Nou, uiteindelijk werd het dus vrijspraak. Ze hebben nu dan ook gezegd dat ze de tijd nemen voor hun beslissing. Willen niet zeggen wanneer ze met die beslissing komen. Dus dat wordt nog even afwachten. Ja, dankjewel. Ronald Olsthoorn.